Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Ik neem vandaag weer op vanuit het IJspaleis. De verrassing van vandaag is dus ook dat je kijkt naar Frozen 3. Alles hier binnen, inclusief mijn ziel, is namelijk bevroren. Ze hebben het raam inmiddels dicht gedaan, maar de verwarming doet het nog steeds niet. En aangezien het min 20 is buiten, is het niet zo prettig om hier te zijn. Brian had ook een kamervraag over mijn discutabele kledingkeuze van vandaag, maar... Luister, ik moet het mezelf niet moeilijker maken. Ik neem deze video op en ik ben weg hier. Pleiten. Het lukte mij de afgelopen week dus niet echt om door de week zo productief te zijn. Dus ik zit hier ook op zondag. Glamorous life of a YouTuber. Goed, naar jullie gezellige reacties op de allerlaatste reageren op lang levende liefde. Zat ik van de week tevreden op de bank naar dat programma te kijken. En ik kijk het dus nooit echt, zeg maar, live. Maar toevallig deze week wel. En ik zag een duo en ik dacht, jongens, we hebben weer beet. Ik zat ernaar te kijken en ik dacht, dit zijn me nou toch twee zulke flamboyante personen. Deze aflevering lijkt me leuk om te bespreken. Voordat ik ga beginnen, laat even in de comments weten of je deze aflevering ook hebt gezien en wat je ervan vindt. Kunnen we lekker kletsen. De personificatie van de onpersoonlijke groei Instagram pagina komt binnen in de villa. Ik ben bezig met spiritualiteit. Dus ik ga veel naar events en retretes voor zelfontwikkeling en bewustwording. Ik moet wel zeggen, alles wat haar bezighoudt vind ik zelf ook interessant. Dus no further judgment. Mijn ideale man is wereldwijs. Een sportieve levensgenieter. Die open-mind is en ook van avontuur en reizen houdt. Die stevig in zijn schoenen staat, maar ook heel lief is. En waarbij alles te bespreken is. Gedwa heeft een flinke waslijst van alles wat ze belangrijk vindt in een partner. Mijn edelhert. Hij is emotioneel beschikbaar. Nou, bij emotioneel beschikbaar was ze me al kwijt. Ik denk echt dat ze één non-negotiable moet bedenken. Want dit alles bij elkaar is een uitstervende diersoort. Die gaat zeker niet zomaar vinden in het wild. Op wat voor type qua uiterlijk ik val. Oh jongens, er is ook nog een wishlist voor het uiterlijk. Slank. Sportief, mooie donkere ogen, grijzend krullend haar, mooie mond met tanden. Ja, dus als je geen tanden hebt, blijf dan maar thuis. Behaarde onderarmen, lekker kontje, knappe verschijning met klasse. Baby. Nou, ik ben super benieuwd wat daar aan de hoek komt wandelen. Heeft hij een gebit? In mijn dagelijks leven ben ik astroloog. Ja? Goed begin. Een astroloog die berekent aan de hand van de planeten iemand zijn horoscoop. En de horoscoop is een blauwdruk van hoe iemand in elkaar zit. We weten hoe het werkt, Hans. In onze generatie is namelijk iedereen zijn moeder, zijn zus en zijn buurvrouw een astroloog. Dat is mijn passie. Scorpio season. Vanuit mijn horoscoop weet ik dat het komende levensjaar dat de liefde weer terugkomt. Ja, ik hoop een beetje op het universum, weet je, dat het zo werkt. Deze man is trouwens net zo goed van die onpersoonlijke Instagram-pagina afgehobbeld, dus dit kan niet anders dan een match zijn. We zien niet vaak een date die begint met tromgeroffel. Maar Gedwa doet dit niet voor de show. Zou de astroloog meteen openstaan voor deze spirituele ontvangst? Hallo? Gedwa heet hem ritueel welkom. Hi. Ik heet je welkom. Dankjewel, met muziek. Hi. Hi. Ik ben Hans. Hi Hans, ik ben Gedwa. Aangenaam. Hoe was je naam? Gedwa. Gedwa. Ja. Leuk. Ja, spannend. Ja, zeker. Ziet er leuk uit. Dankjewel. Wacht even hoor. Hans, hè? Ja. Ja. Nou, daar zijn we dan. Daar zijn we dan, ja. Het is echt kosmisch ongemakkelijk bij binnenkomst, maar dat ontdooit toch wel, denk ik. Oké, zal ik eerst gaan? Ja. Oké, nou dit is een Lucky Bamboo. Ken je die? Nee, Gedwa, verklaar je nader. Nee, die ken ik niet, maar heel erg leuk. En er zitten twee takjes op. Ja. Dus stel wij zijn echt een goede match, dan kunnen we samen groeien. Ja, nou heel erg mooi. En ook als je mijn cadeau gaat zien, dan zijn we al wel gematcht, ja. Ja, strik eromheen en wegwezen. Een match made in heaven. Of in het sterrenstelsel, zoals we in Hans' termen bezig willen blijven. Gooit iemand die Fletcher-kaart even die kant op? De boom, de plant die tot groei gaat komen, hè? Ja, ik ben ook heel erg in planten is op het ogenblik. Ik vind het heel leuk. Heb urban jungle heb ik in mijn huis. En ik denk, nou, het matcht goed. Het matcht in ieder geval. Maar zelf heb ik geen planten, want bij mij gaan ze... Hans komt even tot de conclusie van het leven. Met ja, de je moet zelf voor zorgen, ja. Ja, dat is het. Maar dat zit niet in mijn... Ik heb het opgegeven, zelfs een cactus gaat dood door mij. Een cactus kan dus letterlijk niet dood. Dus ik weet niet wat voor hekserij dat bij jou is, Gedwa. Ja, als de cactus bij je dood gaat... Dus dat is een slechte zaak.
Ja. Maar, nou ja. Ook wel echt een heel niet-spiritueel iets om je planten af te laten sterven. We zijn toch één met alles? Het is tijd voor een onpersoonlijk groeitje. Ja. If you love someone, you set them free. Daar geloof ik in, weet je? Dat je elkaar vrij maakt. En dat bedoel ik niet meer dat je vreemd gaat en zo. Maar dat je gewoon het beste in elkaar naar boven haalt. Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze. Ben je een beetje van de spiritualiteit? Bewust leven? Ja, ik ben heel erg van het bewust leven. Ik heb energielabel A. Ik ben een astroloog. Oh, ben je astroloog? Ja. Misschien dat ik traag ben met verbanden leggen, maar dit heeft toch echt helemaal niks met elkaar te maken? Hou jij eigenlijk ook van pizza? Ja, echt enorm, want ik ga met de auto naar werk. En kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat doe ik al sinds 1990. Ja? En dat is mijn passie. Echt zo van, ik wil iets zeggen, maar er wordt niet naar gevraagd, dus ik gooi het er maar eventjes in. Ik ben nog niet helemaal relaxed, hoor. Nee. Nee. Oké, misschien tijd voor wat breathwork of een ijsbad. Of lekker blowen samen. Zonder al te veel dolle, ik vind het goed dat ze het aangeeft. Wat kunnen we nou gaan doen? Een moodboard maken. Vind je dat leuk? Een beetje plakken en knippen of... Zag je schemert erdoor dat ze op papier toch eigenlijk wel een match zijn. Maar in de praktijk valt het toch tegen. Nou, ik zie het al. Dat wordt ik ben niet echt van de plakken en de knippen. En zo. Maar je bedoelt dat je dan een bord maakt? En ja, met plakken en knippen om te kijken hoe je toekomst eruit ziet. Maar ik zag net al in je gezicht, nou, daar heb ik niet zoveel zin in. Er is daarnaast ook nog niet echt leven in de brouwerij. Maar Getwa doet haar best. Dus ja, zeg jij eens wat we dan gaan doen. Ja, ik weet niet wat zijn sterrenbeeld is, maar dat besluiteloze gedrag, ik weet het niet, hoor. Sjoelbakken. Gaan we sjoelbakken? Gaan sjoelbakken? Ja, gaan we dat doen. Oké. Tijdens het sjoelen praten de twee gezellig met elkaar over zichzelf. Ik ben heel erg met planten en groen bezig. Ja? Het geeft gewoon rust. Ja. Heb je niet veel verstand voor nodig? Ik hou erg van theater. Kijk, ik vond toneel altijd om te doen, vond ik heel erg leuk. Ik vraag me echt oprecht af of deze mensen naar elkaar luisteren. Of dat ze het gewoon fijn vinden om zichzelf te horen praten. Oh, je hebt toneel gedaan. Ik heb een paar jaar heb ik gewerkt als entertainer in zo'n Grieks hotel. Met sketches en zo doen. Ja? Dat vond ik echt geweldig. En er was een sketch, dat heette Whisky McCoy. Dit is de whisky, die moet u gaan drinken. Ja, maar het eind van de sketch, dan was je helemaal bezopen. Dus kwam ik van achter van het podium. En... Weet je, dat, je kan je dan helemaal uitleven. Dat vind ik leuk aan toneel. Ja, begrijp het. Oh ja, relatable. Bekend stuk heeft iemand geloof ik ook nog een keer een Oscar voor gekregen. Hans niet, trouwens. Waarschijnlijk zitten de mensen in de regiekamer elkaar aan te kijken van... kan iemand misschien even aan zijn pols voelen? Misschien is koken niet per se de meest spirituele manier om met elkaar in verbinding te komen. Maar je leert elkaar wel goed en snel kennen. Achter het aanrecht. Dan zou je dit in plakjes willen snijden en dan een tomaatje in plakjes snijden. Ze gaan een burrata bouwen. Eens kijken of dit de liefde aanwakkert of juist eindigt in een echtscheiding. Is dit een beetje de richting van wat je wil? Nee. Je zei tomaat, mozzarella. Ja, ja, en dan gewoon zo naast elkaar netjes. Zo, en dan mozzarella en dan tomaat, mozzarella, dat het een beetje netjes ligt. Oké. Okay. Dat het er een beetje representatief uitziet. Ja, ja, ja. Dat je denkt, ja, daar wil ik nou graag een hap van nemen. Weet je wat ik heel slecht tegen kan? Als mensen mij gaan commanderen. Je krijgt alles van mij gedaan, maar je moet me niet pushen. Hans, ik ben blij dat je voor jezelf opkomt. Maar je moet niet vergeten dat je een tomaat aan het snijden bent, hè? Maar nee, ging ik commanderen dan? Nee. Vroeg ik het niet aardig? Ja, jij vroeg het aan. Oh, gelukkig. Ik denk dat Hans ervaring heeft met dit soort vrouwen, want hij geeft zijn grens direct al aan. En als je dan een beetje olijfolie eroverheen sprenkelt met een beetje peper en zout. Ja. Ja, doe ik het goed? Prima. Ben je zo onzeker? Nee, maar jij bent wel erg kritisch. Dus ik heb een beetje het idee dat hij gewoon het gezeik voor wil zijn. Heb ik zo onzeker over? Ja, nu wel, ja. Met dit? Ja, dat je vraagt of je het wel goed doet. Ja. Aan een burrata kan weinig misgaan namelijk. Maar als ik zie hoe zij met een opgetrokken wenkbrauw naar hem zit te kijken... denk ik dat zij vindt van wel. Ja, als ik het niet goed doe, moet je het ook gewoon zeggen of zo. Ik bedoel, ik sta altijd open voor kritiek. Ja. Maar het moet opbouwen de kritiek zijn. Feedback. Er wordt ook gelijk zo'n existentieel ding van gemaakt. Oh ja, jij bent onzeker. Nee, deze man weet gewoon niet hoe je een burrata maakt. Ja, dan kan je als je wil... Commandeer niet. Je leert snel.
de basilicum knippen of scheuren en dat hier overheen leggen, alsjeblieft. Dan, alsjeblieft. Ja. Wil jij dit dan daar zetten? En die mozzarella ook? Kun je er nog iets van kaas overheen doen? Als jij dan even... Bij jou? Nee, bij jezelf. Oh ja. Koelt wel snel af, hè? Als je het op een koud bord legt. Nou, het boxje wereldwijs tikt hij niet af. Gelukkig weet hij wel veel over het heelal. Ik heb gewoon eerder het idee dat hij een beetje dichtklapt. Omdat zij, zeg maar, gewoon doet alsof ze de zoon van 15 leert koken. Maar het stopt niet hier. Ondanks de praktische feedback van Getwa is er blijkbaar toch iets misgegaan tijdens het kookproces. Want de maaltijd is helaas verkeerd gevallen bij de kritische chef. Het komt Getwa volgens mij echt prima uit dat ze de spirituele buiktyfus heeft opgelopen. Want vanuit de stabiele zijligging kan ze gewoon prima verder met de training van Hans. Zou jij die box willen pakken? Die staat beneden in die sportruimte. Staat een speaker. Een speaker. Ja, dankjewel. Maar ik doe de muziek aan. Hans, zou jij die lamp voor mij alsjeblieft uit willen doen? Dankjewel. Niet dat je niet in de sterren zien staan, hè, Hans? Anders was je wel thuis gebleven, denk ik. Ik vind het ook een beetje koud hier. Heb jij het ook koud? Ik heb een trui aan. Heb je ook iets in de thee? Nee, dank je. Nou, hij mag wel iets sterker, hoor. Alsjeblieft. Misschien helpt de thee. Ik denk het niet, Getwa. Volgens mij is dit gewoon je karakter. Ben je iemand die ondernemend is? Die met initiatieven komt om leuke dingen te doen? Met je partner? Ja. Nou, aan die toon hoor je alweer dat ze er juist niet van uitgaat dat hij ondernemend is. En met initiatieven komt om leuke dingen te doen met je partner. Dankjewel. Alsjeblieft. Heb jij iets persoonlijks meegenomen eigenlijk? Die zucht verraadt echt alles. Let me live, woman. Let me live. Nou, ik heb mijn drum meegenomen. Een shamanendrum helpt je om blokkades op te lossen door de trilling. En, dit is een, gemaakt van een edelhert. Ja, het hert kon er alleen helaas niet bij zijn. Het is nu namelijk een trommel. Dus er kan niks misgaan. Nou ja, en al gaat er wat mis. Dat mag ook. Hans die denkt, maat, je hebt niks aardigs te vertellen en dan heb je een keer de kans en dan ga je zitten trommelen. Een beetje in trance geraakt, hè? Dat je dan afgeleid bent van wat er is. Verlos die arme man alsjeblieft uit zijn lijden. Getwa heeft geen buikpijn meer, dus ze kan weer verder waar ze gebleven was. Ik dacht wel bij mezelf toen ik daar me niet lekker voelde op de bank, dat ik dacht, even kijken of Hans een beetje gaat opruimen in die tijd. Ja. Maar nee, je had na het eten wel even op kunnen ruimen. Ja, inderdaad. Ja, dat was eigenlijk ook wel zo netjes geweest. Ja, ja, dat moet ik toegeven, ja. Oké, daar ben ik het wel mee eens. Anderzijds was hij de hele avond slappe bakken thee voor je aan het zetten en naar je getrommel aan het luisteren. Dus waar had hij de tijd vandaan moeten halen? Ja, het kastje staat open. Meneer Hans. Oh. Is het een beetje netjes? Ja, hier kan je nog een beetje. Getwa, die weet het wel goed te vertellen voor iemand die niet van plan was om een poot uit te steken. Goh, jongens, ik krijg helemaal plaatsvervangende stress van dit. Bij de buren is het nog lang geen bedtijd. Getwa heeft haar energie weer terug en dat betekent dat ze Hans eindelijk mee kan nemen op de beloofde dansreis. Ja, even een beetje bewegen. Ja, maar Hans heeft de hele avond gewerkt, dus die wil eigenlijk even lekker met de pootjes omhoog. Ik heb nog nooit iemand zo verslagen met een zambabal zien staan. Heb je nog lang nodig? Ik ben mee van het opmaken. Oh. Na dat commando Getwa haar heilige make-up ritueel heeft uitgevoerd, gaat ze weer terug naar haar positie om Hans te vertellen wat hij moet doen. Zo, daar kom ik aan, hoor. Nou, fijn dat je het gelukt is. Ik denk, doe even rustig aan, lekker. Nou, het heeft resultaat. Ja. Ja.
Nou, ik heb wel trek in een kopje koffie. Wow, die arme man. Dus geven en nemen, hè? Niet alleen maar nemen, meid. Ja, ik zat daar weer te klungelen. En dan word ik helemaal, denk ik van, laat maar. Maar ik heb ook heel erg honger. Echt, ik ben er. Ja, ik heb ook I'm starving. En ik denk, nou, ik wil even netjes wachten. Maar ik heb maar ik had wel even aan kunnen geven van, ik ga me meteen maar even opmaken. En, ja. Maar die koffie, dat lukt dus niet? Deze meid. Ik snap nou waarom die cactus de moord gestorven is. Ze ging er waarschijnlijk vanuit dat hij zichzelf water ging geven. Mij doet helemaal niks zelf. Dan ga jij het eens proberen dan. Ah, Hans, we hebben jou wel door. Dit was een setup. Een valstrik. Je zou het toch maar voor elkaar krijgen. Nou, hulde. Even lekker ontspannen. Lekker luisteren naar de muziek en kijken wat er langskomt, wat je voelt. De Gentwa Show gaat verder. Kan iemand van de productie niet gewoon even het hek openzetten voor Hans? Dat hij gewoon lekker naar huis kan om bijvoorbeeld gewoon zichzelf te kunnen zijn? Het is tijd voor het functioneringsgesprek. Hoe vond je het gaan? Ja, dat wilde ik eigenlijk eerst aan jou vragen. Nou, ik denk dames gaan voor. Oké. Alleen voor mezelf denk ik dat ik niet ga verlengen. En als het aan Gentwa ligt, dan functioneert Hans überhaupt gewoon helemaal niet. Ik zoek een man die wat meer onderneemt zelf, uit zichzelf. Zonder dat ik het aan hoef te geven of zo. Ik vind je een hele boeiende vrouw, je bent een mooie vrouw. Maar ja, er mist een stukje gevoel en chemie. Ja. Klopt, ja. Ja. Dus ik ga niet verlengen, niet omdat jij geen leuke vrouw bent of zo. Nou ja, leuke vrouw of niet. Leuk tegen hem deze in ieder geval niet. Maar omdat de chemie een beetje mist. En die chemie die mist niet een beetje, die mist gewoon helemaal. Ja, Gentwa, die wil de productie natuurlijk nog wel een keertje terugzien. Dus die mag nog een oproepje doen. Lieve kleurrijke ondernemende man met body en een mooie bos krullen. Wil je met mij dansen door het leven? Of er gedanst wordt is niet gegarandeerd trouwens. Kans bestaat dat je 2 dagen lang alleen maar kopjes thee voor haar aan het zetten bent namelijk. Ik denk dat deze hele aflevering voor de mensen thuis genoeg reden zijn om even 2 keer na te denken of ze nou uit het goede hout gesneden zijn of niet. Maar hey, we gaan het meemaken. Iedereen verdient het. Nou jongens, dat was het alweer. Ik hou het weer voor gezien. Ik ga namelijk wat leuks doen met Brian. Mocht dit je ouders zijn, sorry. Zoals Johan Derksen zou zeggen, het is satire. Bedankt voor het kijken. Laat even weten wat je ervan vond. En toedeloedels. Bye bye!